De provincie Noord-Brabant en de organisatie Natuur en Milieu hebben een wedstrijd uitgeschreven. Drie buurten in Brabant maken kans om 4 maanden lang 2 elektrische auto's tot hun beschikking te krijgen. Deze auto's kunnen gedeeld worden onder 10 à 20 gezinnen. In de vesting Woudrichem hopen ze het initiatief te winnen. In 3 straten van Brabant gaan we een proef doen. Daar komen 2 elektrische auto's. Die komen er 4 maanden. En daar kunnen mensen dan mee rijden. 10 tot 20 huishoudens met de modernste app die er is. Waarmee je kan betalen, waarmee je de deuren kan openen. En wij hebben gevraagd of we dat ook als vesting mee zouden mogen doen. Omdat wij hier een aardig parkeerprobleem hebben. En toen zeiden ze, ja, we doen maar mee. Dus wij hebben het ingediend en we hebben nu... We hadden 13 mensen bij de indiening huishoudens, maar dat zijn er nu al 16 geworden. En die parkeerproblemen, dat is een bekend probleem in de vesting. Ik heb vroeger op de Hoogstraat gewoond. En er stonden 3, 4 auto's. En nu kan je over de autodaken van het kruispunt lopen naar het oude raadhuis, bij wijze van spreken. Dat ontziert inderdaad verschrikkelijk. Dat zie je hier, dat zie je in Heusden, overal. We staan hier midden op de dag. En dan zie je dus dat er een hele hoop auto's stilstaan. Er wordt hier niet gewerkt. Dus dat zijn allemaal tweede auto's. En als je een aantal van die tweede auto's als mensen die in zouden leveren, dat is veel goedkoper natuurlijk. En we nemen zo'n abonnement op een deelauto, dan winnen we een hoop. Wanneer gaat die proef in? Als het doorgaat, dat horen wij aanstaande zaterdag op 16 februari horen we dat. Dan komt de gedeputeerde Annemarie Spiering, die komt ons vertellen dat wij dat we gewonnen hebben. Er zijn nu 5 genomineerden voor die 3 plekken. En dan zijn de auto's er op 9 maart. En dan kunnen we 4 maanden lang kunnen we het uitproberen. En we laten ook gewoon proefritjes doen door andere mensen. Die dan denken van ja, nou zit ik er niet bij, maar ik zou het wel willen. Nou, dat kan. Dus organiseren we een keer een dag dat allerlei mensen proef kunnen rijden met een elektrische auto. Op naar een schone toekomst. Ja, dat denk ik wel. Ja. Schone vesting. Ja. En heel erg prettig rijden. Ik weet niet of jij wel eens een elektrische auto hebt gereden. Nou, kom een keertje proefrijden, zou ik zeggen. Het rijdt gewoon zo makkelijk. Dat is gewoon de toekomst. Je gaat toch niet in zo'n vieze plofauto rijden? Dat doe je toch niet? Met al die herrie.